Ook de vorige podcast luisteren, een van, van de beste games van deze generatie. Ja. Maar daar is volgens mij niet iedereen het helemaal mee eens, wel? Nee, nee. Ik vind Goat Simulator inderdaad een classic, maar... Uh... <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast, nummertje 118. Uh, vandaag zit ik aan tafel met Arnaud Wokke. Hoi. En met Jurriën Ubachs. Goedemiddag. En we nemen het op dinsdag op. En waar kunnen we het anders over hebben dan over wat er gisteravond weer... Het was er weer twee uur achter elkaar zitten? Of in mijn geval liggend op de bank. Uh, WWDC van Apple. Um, waar echt best wel behoorlijk wat groot nieuws uitkwam. Dus daar gaan we zo meteen op in. Maar eerst natuurlijk de highlights. En ik begin even bij Arnaud. Ja, ik heb uh, een uh, opvallend verhaal meegenomen. En het is nog niet ten einde. Dus uh, uh, wees erop voorbereid. Er komt is het een verhaal in progress? Het is een verhaal in progress. Um, ik ben bezig met een review van de Poco F2 Pro. Dat is van Xiaomi. De nieuwe, de, de, zeg maar, de opvolger van de Pocophone F1 en de Mi 9T Pro van de afgelopen jaren. Dus hun, uh, hun budget flagship, als je het zo wil noemen. Um, en um, ik schoof daar een test simkaart in. En tot mijn grote verbazing kwam er toen een 5G-icoon. En daar was ik eigenlijk wel blij mee. Want ten eerste, ik zit niet in het dekkingsgebied van 5G. Dus ik had dat niet verwacht. En uh, ten tweede, ik had ook helemaal niet zo door dat dat ding 5G had. Maar toen keek ik op de doos en er stond gewoon groot een 5G-logo. Dus logisch. Dus nou ja, ik was er gewoon mee bezig. En uh, vervolgens ging ik uh, aan de review. En uh, toen kwam ik erachter, toen ik de spec sheet heel goed bekeek. Dat hij geen 5G ondersteunt op frequenties die we in Nederland gebruiken. Hij ondersteunt alleen 5G op 3,5 gigahertz. En die mogen we in Nederland niet gebruiken, want we hebben een mooi afluisterstation staan in Buren. Um, dus toen werd het mysterie nog groter. Zat en... je dan stiekem Buren af te luisteren met die telefoon? Ja, dat is wat ik doe. En wat ik toen hoorde, nee. Uh, maar ik heb wel opheldering gevraagd aan uh, zowel Vodafone, voor wie de test-simkaart was, als uh, Xiaomi. Xiaomi zei in eerste instantie. Ja, dat ligt dan aan je abonnement die op het simkaart staat. Want als je abonnement geen 5G heeft, maar de telefoon en het netwerk wel. Dan zegt hij alsnog dat hij 5G heeft, ondanks dat je er niet op mag. Maar dat was niet juist, want test simkaart, die heb ik geleend van Vodafone om 5G te testen. Dus um, uh, ik wist zeker dat er 5G op stond. Vodafone kwam met een andere verklaring, die vond ik ook heel interessant, namelijk een hele tabel met uh, wanneer een provider wel of niet 5G mag weergeven. En uh, dat blijkt al vrij snel te mogen, want als de mast en de telefoon beide 5G ondersteunen, maar hij heeft geen 5G-verbinding, mag er alsnog 5G in je statusbalk staan. Wow, dus ook wow. wow, 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 ja. wow. Dus als... Hè, maar dat is toch... Dat kan niet logisch. Nee, dus je hebt een 4G-verbinding met de mast. Mm -hmm. Maar in theorie is het een 5G-mast... en jouw telefoon kan een vorm van 5G, maar niet deze. Dan denk je, ja, ah, dan zet ik er gewoon 5G neer. Ja, dat was wat Vodafone dacht dat er aan de hand was. Dat ik verbinding had met de mast. Dat gebeurt dan op de 800 MHz. Die heeft iets beter bereikt dan de 1800 MHz. En dan zegt hij op de 800 al... ja, ik ben een 5G-mast. Dus als je 5G hebt, kom maar op. Uh, maar vervolgens kan het zijn dat die 1800 niet ver genoeg komt... waardoor je alsnog... Dat bereik niet hebt, dus geen 5G-verbinding hebt. Dus ze dachten dat dat aan de hand was. Maar dat was ook niet zo. Dus het bleef nog een beetje een raadsel. Um, en hier is waar het verhaal stopte. Ik, ik heb contact gekregen met uh, uh, mensen in China. die uh, hier daadwerkelijk achter zitten. Alleen nadat ik het eerste contact had gelegd, gebeurde er iets raars. Sorry. Welk, het klinkt nu heel random. Ik heb mensen in China gebeld. Maar nee, he, uh, mensen van Xiaomi. Xiaomi. No, okay. no, normaal is de weg natuurlijk. Je gaat gewoon met Nederlandstalige mensen van Xiaomi ga je spreken. Want die, 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 die wonen hier. Die weten beter wat er aan de hand is. Maar die, die kwamen er niet uit. Uh, dus ik ben doorverwezen naar China. Uh, waar uh, 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 iemand uh, staat te springen om mij te vertellen waarom dit uh, zo is. Uh, maar in de tussentijd verdween het 5G-icoon uit beeld. Toen ging het rebooten, stond het er weer en na een paar minuten verdween het weer. Dus dat vond ik uitermate verdacht. En dit is waar het verhaal stopt. Ik heb nog geen idee waar dit aan ja, ligt. Of ze iets lopen te klooien met mijn telefoon. Ik weet wel, want dit is bij Vodafone. Bij T-Mobile staat er ook een 5G-icoon in beeld. Maar bij Vodafone zegt hij in de instellingen dat hij een 4G-verbinding heeft. Bij T-Mobile, wat nog helemaal geen 5G heeft, zegt hij ook in de instellingen dat hij een 5G-verbinding heeft. Het is echt. Maar nou ja, het, het, kan niet zo simpel, het kan niet zo simpel zijn als dat die mast inderdaad gewoon zegt tegen jouw telefoon van ja, ik ben een 5 g mast En dat je telefoon denkt. Oh, cool, 5G, leuk, gaan we doen. En dat ze dan uh, dat er een check wordt uitgevoerd. En dat dan blijkt. Oh, wacht even. Dat kan ik, dit, dit kunnen wij helemaal niet samen. En dat hij dan weer gewoon 4G laat zien. Is, is het niet zo simpel als dat? Nee, nee, dat laatste doet hij dus niet. Nee, want die, de, de mast waarmee ik verbind is geen 5G-mast. Oh, okay. En ook, ook hier in de buurt zitten nog geen 5G-masten. Dat heb ik allemaal uitgebreid gecheckt. En dat kun je ook allemaal doen. Dat is een Android telefoon, je mag van alles. Uh, dus dat heb ik allemaal gecheckt en dat is het dus niet. Dus het blijft ja. mij nog even een raadsel. Ik ben heel benieuwd naar de verklaring hiervoor. Maar als hier een verklaring voor is, dan, dan staat die volgende week in de review. Dus zie je het alvast als een sneak peek. Maar uh, ik heb echt de aflap van dit verhaal nog niet en ik ben heel het erg benieuwd. Het doet mij benieuwd. ergens denken aan, aan wat natuurlijk in, in de VS wel meer normale praktijk is voor mij. Vooral AT&T doet dat. Elke ja. als er een nieuwe standaard komt, dan zetten ze dan Bedenken ze zelf iets eerst was dan 4G, plus ook of 3G, plus was dan 4, en dan doen ze nu, maar dat is redelijk opzettelijk. Dat is gewoon marketing. Ja, en dit klinkt meer alsof hier gewoon iets misgaat. Dat hm. zo klinkt het ook, inderdaad. En ik, ik denk ook inderdaad niet dat het dat per se is, zeg maar. Het is niet het zijn, niet die Amerikaanse toestanden. Um, maar ja, wat het dan wel is, ja, dat, 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 dat moet ik dus nog even in het midden houden. Dat maar weet 5G ik niet. heb je zeker niet. Nee, 5G heb ik zeker niet. En dat, het, het is niet bij Vodafone aan de orde. Het is niet bij T-Mobile aan de orde. Dus waarom die telefoon dat weergeeft, dat, uh, nou ja. dat volgt nog. Het is een groot mysterie. Du -du 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 -du. Maar het antwoord gaat komen. Dat, dat ja. ben je ons nu wel verschuldigd. Ja, dat denk ik ook. Ik <laughs> kan er niet meer onderuit. <laughs> hey, Jur, jij wilt volgens mij hebben over. Uh, ik zat. Uh, ook de vorige podcast luisteren, een van, van de beste games van uh, deze generatie. Ja, maar daar is volgens mij niet iedereen het helemaal mee eens. Of wel? Nee, nee, ik vind Goat Simulator inderdaad een classic, maar. Uh... <laughs> nee, uh, vorige week kwam natuurlijk uh, uh, The Last of Us Part 2 uit. Hebben we het uh, ook al eventjes over gehad uh, in de vorige podcast. Uh, ik ben er inderdaad heel erg fan van. Uh... Ik heb hem een 9 gegeven op basis van een aantal kritiekpuntjes die ik wel had. Maar gevoelsmatig wilde ik hem super graag een 10 of hoger geven. Nou oké, okay, dat is een beetje overdreven. Maar in <laughs> ieder geval, uh, ik was zeer positief. En dat geldt voor uh, nou, bijna iedere review vanuit media die ik gelezen heb. Maar wat gebeurde er op de dag van release op Metacritic? Hij werd gebomd, Oftewel, er kwamen duizenden uh, kritische reviews op Metacritic te staan. Van uh, gamers die hem een 1 gaven op basis van het verhaal. Nou ja, moet je nagaan dat die reviews binnen de eerste 10 uur, 11, 12 uur na release verschenen. Het verhaal duurt nou toch al snel 25 uur. Dus hè, dat, dat zegt al wel een beetje waar die reviews vandaan komen. Maar uh, de reden dat ik er nog even over wilde hebben, is niet zozeer uh, dat ik hier een, 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 de discussie aan wil gaan met wat zij uh, uh, daar allemaal hebben geschreven. Maar meer dat ik toch best wel veel vragen heb gekregen. Ook van vrienden van mij en uh, gewoon via WhatsApp en dat soort dingen. Van, van mensen die zeiden: van ja, ik heb je review gelezen, maar ik zie dat die online van users hele slechte scores krijgt. Waar ligt dat dan aan? En uh, het is wel goed om te weten, denk ik, dat het grootste deel daarin te maken heeft met twee heel voorname punten. Eén is uh, dat mensen de games zien als een soort van vehikel uh, om een bepaalde politieke agenda vooruit te pushen. En dan gaat het natuurlijk met name over de seksuele geaardheid van Elias als hoofdpersonage. En uh, er schijnt een transgender uh, character in de game te zitten. Nou, heb ik dat, nou is mij dat niet, dus niet eens opgevallen tijdens het spelen, dat uh, transgender character. Maar goed, dat zal vast. Uh, mensen ergeren zich eraan dat ze daarmee geconfronteerd worden in een game... en uh, vinden niet dat daar zoveel nadruk op zou moeten liggen in een game. Uh, dat is één. Nou was mijn punt daarbij juist dat er geen nadruk op ligt in een game. Dat het juist als iets heel normaals wordt uh, neergezet. Uh, maar goed, daar kunnen, kun je dus kennelijk uh, van mening over verschillen. En een ander ding is een bepaalde plotwending vrij vroeg in, uh, in de game... waar mensen zich zodanig gaan storen dat ze meteen de hele game stom vinden... Ja, dat kan. Uh, je kunt uh, een, een verhaalkeuze uh, maken. Ik heb ooit een film met Steven Seagal gezien, waarin Steven Seagal in de eerste vijf minuten uh, overleed, terwijl die als heel groot op de filmposter stond. Dus ja, dat is ook snel, wel even snel verdiend. <laughs> ja, een beetje, een beetje Game of Thrones-achtige praktijken. Uh, dus uh, nou ja, zonder te veel weg willen geven, denk ik dat je nu al een beetje weet waar je het in moet gaan zoeken. Volgens mij is dit ook de slecht, het slecht bewaarde geheim van, uh, van de hele game inmiddels uh, op internet. Maar in ieder geval, uh, ja, dat is een keuze van de ontwikkelaars. Dat is een verhaal. Het verhaal wat daarna komt, dat vindt zijn motivatie voor een groot deel in die plotwending. Ja, je, daar kun je natuurlijk van mening over verschillen of je dat wel of niet goed geschreven vindt. Maar om dan de game daar, op basis daarvan meteen een 1 te geven, dan heb ik toch het idee dat er meer achter zit. Uh, en meer is dan punt 1, zoals ik net noemde. Ja, ik vind het jammer dat het gebeurt. Uh, het verbaast me in die zin niet. Ik denk niet dat ik, dat ik iets nieuws zeg uh, als... Uh, als ik zeg dat de uh, vocal minority online qua gamers uh, toch, uh, toch vrij conservatief in dat soort dingen is. Uh, het, 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 het schelden met, met gayboy en dat soort dingen uh, op online in servers is uh, uh, gemeengoed, helaas. Uh, ja, ik denk dat je daarin uh, de reden achter de bombing van uh, The Last of Us Part 2 uh, kunt vinden. En wat ik naam. vooral jammer vind, ik vind het prima dat er online discussie is over, hé, hey, uh, dit, is dit een goed verhaal? Is het goed geschreven? Maar en dat geldt niet alleen voor game reviews... maar eigenlijk altijd als ik online reviews lees... als ik zie dat iemand iets één ster geeft... of een één uit tien, ja. dan lees ik al niet. Dan denk ik, oké, okay, maar dit is... jij bent gewoon niet... dit is niet serieus. Als in, je kan heel ja. serieus zijn... maar doordat je dat invult... ben je bij mij zeg maar alle geloofwaardigheid verloren. Behalve, als, als iemand zou zeggen... precies dezelfde tekst erbij... en ik zeg, ja, ik geef het uh, vier uit, uit tien. Dan denk ik, well, oké, okay, deze persoon vond het echt niet goed. Ja. Maar ik bedoel, een één is gewoon... weet je, vroeger een 1 haal op een proefwerk... kon ook bijna niet. Moet je kon je gewoon... Zeg maar gewoon je naam erop zetten en dan weglopen. Dan heb je ongeveer een 1. Hey, ik heb al uh, een keer zie... een 1,25 gehaald bij Latijn. Wow. Oké, Wauw. Dat zijn <laughs> altijd uitzonderingen die de regel bevestigen dan bij deze. Hey, wel ik, met... ik heb het ook als ik op producten aan het oriënteren ben. weet je. Um, dat ik dan online zit te kijken of op gebruikersrecensies En als ik dan ergens één zie, denk, ja, ik ga, er, ik ga het niet serieus nemen. Want dan ben je zo dan ben je duidelijk gewoon boos. En dan wil je zo'n statement maken door zo'n ja. extreem laag ding eraan te hangen. Dan denk je, ja, maar dan ben je al. al ben je soort van gekleurd in je, je boosheid, zeg maar. Je wil gemiddelde, ja, um, wil je denk ik dan uh, omlaag trekken. Dat is dan je grootste doel van, van het Ja, vijfelen. Je wil ja. gewoon een, een statement, soort bijna even de, 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 de bedrijf, erachter even, even pijn doen door te zeggen: het is het slechtste wat er bestaat. Maar uh, dus nu ik, als ik dan ook zie dat die game zo gereviewbomd wordt, ja, ik, ik, het doet mij ook niet heel erg veel. Want ik heb zoiets van: kijk, als die game nou bijvoorbeeld uh, door, door critics een 9,5 krijgt en door users een 7. Gemiddeld. Dan denk ik, ma, dat vind ik wel een interessante discussie. Waar zit het dan in? Maar als het zo ver uit elkaar loopt, ja, dan, dan vind ik dat moeilijk, moeilijk serieus nemen. Hetzelfde voor als mensen dingen een tien geven hoor. Dan denk ik soms ook van, ben je dan wel kritisch genoeg geweest? Is het dan echt helemaal niks als alles Hosanna is? Ja. Dus ik, ik, ben van, ik hou van de nuance bij, bij meningen online. En uh, die is hier ver te zoeken, denk ik. Maar jure, ja. moeten we hier iets tegen doen? Of uh, is nou, dat wenselijk zo ja hoe? Kun je hier iets tegen doen? Nou ja, je zegt uh, die reviews komen online binnen tien uur na het verschijnen van de game. Dan kan je die game nog nooit hebben uitgespeeld. Nee, nou uh, ja, ik, kan ja. niet, ik, kan, ik kan niet in, de, in het systeem van, uh, van Metacritic kijken hoe het precies werkt. Maar ik ga er gewoon vanuit dat uh, de mogelijkheid om een review te plaatsen opent zodra de release datum verstreken is. Um, ja, maar ook al zou je daar een paar dagen opzetten, Dan gaan mensen die boms. Yes. Dan Verbeuren zetten ze als... een agendaatje, puntje. En dan gaan ze hem doen wanneer het wel kan. Zeker nog, als, als, als EA nu een nieuwe game zou uitbrengen met daarin microtransactions, dan gaan alle EA-games op Metacritic en Steam nog gebomd worden met terugwerkende <laughs> kracht. Gewoon omdat het dan EA is die weer iets doet wat typisch EA is volgens velen. Uh, nee, ik denk dat je niet, niet dat je er veel aan kan doen. Ik denk wel dat, dat je als serieuze gamer er goed aan doet om je inderdaad te verdiepen. Maar dat vind ik wel goed hoor. Ik, ik, ik vind het heel uh, uh, goed dat mensen vragen van, joh, ik zie dat hij zo lage cijfers krijgt uh, door de users. Waar zit dat aan? Want ook voor mij was dat even. Ik ben toen toch een heel aantal gaan lezen. Kijk, natuurlijk had ik ook wel een voordeel en dacht ik van... Uh, oh, het zal wel... Zo of zo zijn. Maar uh, in sommige kwam ik bijvoorbeeld wel ook naar voren. Dat mensen vonden dat de gameplay niet voldoende geëvalueerd was ten opzichte van deel 1. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Uh, ik heb dat ook aangegeven. Het is veel dynamischer. Veel sneller. Je kan nu klimmen. Je kan dodgen. Dus het is in mijn optiek heel andere gameplay voor een belangrijk deel dan deel 1. Maar goed. Hè, dat is natuurlijk met, met, met zoals veel dingen, daar kun je over twisten. Je kan, je kan natuurlijk als argument hebben: ik vind dat ze meer hadden moeten veranderen ten opzichte van deel 1. Dat is een legitiem, uh, legitiem punt Dus ik vind zeker dat je er best een blik op mag werpen. Maar uh, ja, je, je bewust worden van waarom dit gebeurt, is denk ik wel belangrijk. Ja, ja nogmaals, ik vind het uiteindelijk: uh, het, is, het, is een, het is een protestreview, zeg maar. En het is niet ja. een. Uh, je hebt er voor de rest, ik heb er niks aan. Terwijl ik normaal het wel interessant vind om gebruikersrecenties over dingen te lezen. Ja, en, maar, je merkt, en je merkt aan de hoeveelheid protest uh, dat er toch een, een, ja, toch een groot deel is van gamers of het volk in het algemeen, uh, ja, hoe zeg je dat netjes, een bepaalde social justice warrior moeheid begint op te bouwen, heb ik in ieder geval het idee. Omdat uh, ja, we zitten natuurlijk nu in een fase waarin heel veel gesproken wordt, Black Lives Matter, dat soort dingen. Uh, en dat komt overal in terug. En uh, uh, even advocaat voor de duivel te spelen, zo zit ik er zelf niet in. Maar ik kan me wel voorstellen dat als alles wat je kijkt en luistert... Bijvoorbeeld nu, hè, Tweakers podcast is, uh, is nu, gaat nu over dit onderwerp. Is de afgelopen weken hier ook al vaker over gegaan. Voetbalprogramma's gaan erover. Uh, als je zoiets hebt van, ik wil gewoon even een game hebben... en niet uh, in een bepaalde omgeving van, uh, ja, hoe zeg je, de deugdcultuur. Vind ik echt een rot woord, maar whatever. Ja, dat snap ik snap ergens waar het vandaan komt. Ik keur het niet goed en ik denk dat je dan uh, wat introspectie te doen hebt, maar ik, ik begrijp wel waar deze outburst vandaan komt, zeg maar. Ja, en zonder inderdaad deze podcast compleet over uh, de dingen te laten gaan die je zegt. Ik denk dat hij zegt over waar die mensen vandaan komen, want voor ja. hun is het inderdaad, Wow, deze wereld die mij voorgeschoteld wordt in deze game is zo anders dan wat ik gewend ben. Dit is... Dat is bij de haren bijgesleept. Terwijl eigenlijk kun je ook het andere argument maakt. Nee, dit is eigenlijk gewoon voor veel mensen hartstikke normaal. Alleen voor jou is het niet. Dus het is helemaal vanuit welke ja. kant je natuurlijk komt. Um, dus, uh, nou ja. Ik, 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 in, die opzicht, in dat opzicht snap ik hem. Maar ik, uh, ik, ik vind het goed uiteindelijk. Weet ja. je. Ik bedoel, uiteindelijk is het ook gewoon een artvorm. En uh, games maken. En zeker dit soort verhalen in de games. En ik vind dat je mensen altijd die mogen in hun ja. kunst kijk, in hun de... verhaal. Terugbrengen wat zij erin terug willen brengen. En we hoeven ook niet, 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 niet moeilijk over te doen. Er is zeker een boodschap. En hè, het, het, Ellie, haar identiteit en uh, haar geaardheid. Hoe dat wordt neergezet. Onderdeel van de boodschap van The Last First Part 2. Is uh, de normalisering daarvan. Dus hè, op het moment dat jij diep van binnen gewoon heel erg anti-homoseksualiteit bent. Waarop je dat dan ook baseert. Dan begrijp ik heel goed dat je moeite hebt met deze game. Dus, dus het, dat is uiteraard wel een punt. Maar ja, goed, ja in, in, nou, dan aan, gaan die aan, mensen. Maar wat je ja. Nou, dan gaan ze maar lekker review bommen dan. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, aan het 2020 vind ik het jammer dat er nog zoveel mensen kennelijk zijn die daar op die manier in staan. Ja. Alright, dan heb ik een heel, een heel lichtpuntje. Uh, het is niet heel, niet heel techie, uh, maar ik werd er heel blij van. We hebben natuurlijk dus in het verleden wel vaak gehad over het uh, hoppen tussen verschillende diensten en streaming en dat soort dingen. Heel vaak um, zelfs. <laughs> en ik heb nu dus het moment dat ik nu Disney Plus ga nemen voor een maand om het daar weer op te zeggen. Want uh, Hamilton komt naar Disney Plus. Uh, kijk, ik zie Jur meteen gaan. Hier is uh, Voor mensen die niet kennen, Hamilton is een, een musical uh, geschreven en geproduceerd door een, een uh, volgens mij een Amerikaanse acteur van Puerto Ricaanse afkomst. Ja. Vraagteken. lin Manuel Miranda. En dat is een uh, soort uh, uh, hip-hop musical over de uh, Founding Fathers uh, van Amerika. In het bijzonder Alexander Hamilton. Nou, ik heb dat ooit meegekregen. Uh, ik heb het op, op, op Spotify, zeg maar. En um, uh, super tof, hele lekkere soundtrack. Maar ja, dan moet je dus of naar Amerika of je moest naar Londen. Super duur, altijd uitverkocht. En die hebben valt dus... dus valt afleven... reuze mee. Wat zeg je? <laughs> valt reuze mee. Nou, ja, super, ook... super, super duur valt niet per se mee, volgens mij. Want uh, ik ben er dus wel geweest in Londen. Uh, volgens mij waren mijn kaartjes 84 pond per stuk. Dus ja, dat is geen, uh, geen kattenpis. Maar uh, uh, zo de moeite waard. Veruit de beste musical die ik ooit gezien heb. En wat ik heel tof vind aan de musical is hoe ze eigenlijk een voor sommigen misschien stoffig onderwerp, ja, de, de oprichting van Amerika en één Founding Father daaruit, hoe ze dat heel uh, modern, uh, contemporary bij gebrek aan, bij het Nederlands woord, maar gewoon echt heel actueel en relevant maken. En dan op een, met een muziekstijl die ook nog eens aanspreekt. Dus dat is niet de tech maar dat is vooral ik die zegt, nou, de er mee eens. Dit is echt een hele toffe musical, en een toffe manier om iets over de geschiedenis te leren. Maar ze zijn zo slim geweest omdat. De, ja, de interesse zo groot was om dit dus helemaal mooi te filmen. En exclusief op Disney Plus uit te brengen. En dat komt dus op 3 juli komt het uit. En dit is de eerste keer dat ik dacht. Ja, oké, okay, ik, ik moet nu gewoon Disney Plus nemen voor een maand. Goede timing, trouwens. Een dag, het zal vast toe wel zijn dat het één dag voor 4 juli. Uh, voor de 4 ja. juli inderdaad. Maar ik, ik moest meteen terugdenken aan. Jaren geleden, toen nog alleen maar Netflix was, toen House of, House of Cards voor het eerst uitkwam, dat iedereen zei: van, Je moet nu Netflix nemen, want er is dat ding dat heet House of Cards. Het was een van die eerste series ja. waarvoor mensen dit echt deden. En daarna heb ik het niet echt meer gehad. Meer ah, van oh, ik neem de ik Mandalorian? toch je... ook wel een beetje een. Ja, een, een zeker. Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik, ik vraag me af wat groter gaat zijn. Hamilton, vooral in de Verenigde Staten of de Mandalorian? Maar dat is ergens natuurlijk ook wel een oneerlijke vergelijking. Want er zullen heel veel mensen zijn die uh, Disney Plus in december hebben genomen voor uh, The Mandalorian. En zijn blijven hangen. Of als je kinderen hebt. Hè, die hele, hele catalogus van Disney die natuurlijk veel waard is. Uh, die Ken natuurlijk, Ja, nou precies. Die ja, ken confirm. Zeker. Ja, ik, ik, ik raad het ook echt aan iedereen aan hoor. Die, als je kinderen helemaal oud genoeg zijn om te snappen wie uh, Anna en Elsa zijn. Dan haal dat gewoon in huis. Want dan kunnen ze onbeperkt <laughs> kijken. Je hebt geen omkijken naar. Uh, het staat over, ik weet niet of er parental features op zitten op Disney Plus. Vast wel. Maar... Uh, daar, dat is een hele goede investering. Dat. Maar in ieder geval, die mensen die zitten er allemaal op. Dus op het moment, ja, ik ga natuurlijk, natuurlijk ga ik Hamilton kijken op Disney Plus. Maar ik kan Disney Plus niet meer nemen voor Hamilton. Dus om dan de, nee. piek, de piek van de Mandalorian te gaan vergelijken met de piek van Hamilton, wordt wel lastig, denk ik. Dat is wel, ja, dat is ja. wel zo. Statistisch gezien, wel. ik ga in ieder geval zeker dat maandje dat ik er ook nog wel wat andere dingen kijk. Ik zag bijvoorbeeld ook dat het nu een behind the scenes van serie van Mandalorian is, bijvoorbeeld. Ja, wat, wat uh, 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 nou ja, goed, letterlijk dat uh, uh, toffe beelden, toffe verhalen uh, van het maakproces en zo. Ja, het allertoste heb ik ook wel eens eerder over gehad. Is dat ze met Unreal Engine ongeveer alle achtergronden gerenderd hebben van de Mandalorian ja. dat het op een groot soundstage gefilmd is met een enorme led -wall. Uh, Daar allo, daar is je tech angle ja. voor Disney Plus draait. Hadden jullie meegekregen dat Mark Hamill in de Mandalorian zit? Ja, nee. Uh, op een gegeven moment komt, uh, Mando, komt Mando in een bar en daar is een, een beetje bij de, hand de droid die daar achter de bar staat. En die stem, dat is Mark Hamill. En, uh, Toch weer opnieuw gaan kijken. Luke Skywalker zit, is ineens een droid, wauw. Hij, hij zit zelfs, in, volgens mij zit hij, uh, hij heeft hij hem getweet, hij zit in alle Star Wars uh, films. Hij zit ook in de prequels als stem van het een of het ander. Uh, goed, goed, oh, wat lachen. Goed bewaard, oh, ja, goed, tusschen. goed bewaard geheim, maar hij zit, hij zit overal in. Easter eggs die al 23 jaar niet ontdekt zijn... door Star Wars fans. Wauw. En dat hij ook gewoon 23 jaar dat nooit... misschien genoemd heeft dat hij in die prequels zat. Nee. Dat is ook wel knap. Zijn tweet was volgens mij letterlijk... Uh, ja, nu de, de, de Mandalorian cat out of the back is... kan ik ook wel vertellen dat ik in alle Star Wars films zit. What? Ja, dus... en op zich terecht... want ja. hij is wel gewoon Mark... Ja. Flip en, en nu we dan toch, als we dan toch een Star Wars uh, updateje hebben... Uh, Empire komt binnenkort opnieuw in de bioscoop, want die bestaat dit jaar 40 jaar. Dus je kan, uh, ik weet niet precies wanneer die gaat draaien... maar je kunt binnenkort de Empire Strikes Back nog een keer in de bioscoop... nog een keer als je oud genoeg bent of voor het eerst in de bioscoop gaan kijken... als je daar zin in hebt. En natuurlijk heb je daar zin in. Nou, en, dan, en dan sluit ik me af met nog een soort van tweede highlight... die ook dus in Star Wars teamt. is. Er komt dus gewoon weer een echte ouderwetse space shooter vanuit, net zoals vroeger X-Wing vs. TIE Fighter... met 100% VR-support. Dus deze jongen is echt... Uh, <laughs> ik, sta, ik sta te stuiteren oh, op dat op weer, we. want ik heb nu een VR-bril. 100%? En dus, ik ging eigenlijk een beetje vanuit... dat ze gewoon een paar losstaande VR-missies gingen maken. Maar die hele game nee, kun je, je kan in de in hele VR? game, zeggen ze, in VR spelen. Oh, wauw. Dat wist ik nog niet eens. Gaaf. Dus ik zat al te kijken, mo moet je dan... Uh, ik er niet hoe het met de controls dan gaat. Misschien wel met de VR-controllers... of misschien moet ik ergens een joystickje op de kop tikken of zo. Maar ik zie wel voor me dat ik gewoon... Hier zit met dat ding op mijn hoofd en mezelf, uh, Wedge en Tilly's waar, zeg maar. En dan gewoon echt rondvliegen. En, en met die, die hele hele karakteristieke piep-piep-piep. Die, die laser gelijk van Star Wars. Jij gaat even de Red Leader uithangen. Uh, hell yeah! Dus dat was ook nog eens Star Wars Team Highlight. Kan je, kan okay, je, heel kan je met Wars? je VR-headset eindelijk naar een galaxy far, far away? Inderdaad. Ik moest het um, toch even doen. Ja, moest je me even doen? Ik dacht, ja. was dit een bruggetje, maar ik snap niet uh, wel hoe het een bruggetje zijn. Uh, nee. Want we gingen het hebben over WWDC, ja. uh, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. En de ontwikkelaarsconferentie is natuurlijk een beetje een gek ding nu. Google had er eentje moeten hebben in, um, in mei. Google ja. I.O. ging niet door. Dat zijn allemaal online sessies geworden. Nou, WWDC uh, heeft ook allemaal online sessies. Maar eigenlijk staat het stiekem toch het meest bekend... om het feit dat het weer een Apple-persco is... Ja. waar weer dingen worden aangekondigd. Um, jullie hebben allebei niet geval het begin meegepakt. Uh, misschien heel eerst, wat, wat vonden jullie van het format? Want we zijn natuurlijk gewend, groot zwart podium... Uh, Tim Koek komt oplopen. Alle Apple mensen in het publiek die er gezet worden gaan heel hard klappen. Uh, en dat was het niet. Nou, hmm. ik, uh, ik, sorry. Ik denk dat jij nog heel veel gaat praten, te Arnhem. Dus ik ga gewoon even eerst. <laughs> um, uh, ik, ik, weet je waar ik heb een beetje, niet moeite mee, want dat gaat wel heel ver, maar Tussen de, blokjes, tussen de segmenten door hadden ze steeds zo'n shot... waarbij ze dan door het complex gingen vliegen... en dan 100 meter de grond in... en dan door een lange gang, weet je wel, heel, heel, heel leuk geanimeerd. En dan kwamen ze in een supergeheime bunker... en daar stonden ze dan, dan liepen ze er rond... en dan gingen ze de presentatietjes doen. En ik had op een gegeven moment wel een beetje gehad met die, met die aankling. Dus zit ik weer 20 seconden te kijken... naar hoe ze door een, een nepcomplex of whatever it is... Uh, vliegen de grond in. Naar, ja, dat, 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 daar had ik een beetje moeite mee. Maar ik vond het verder wel... Uh, ja, het is natuurlijk een beetje een lange sit in die zin, uh, uh, vond ik in ieder geval. Um, maar nou, ik miste het publiek niet, om, om, dat, om dat in ieder geval even te zeggen. Nou, het was nog steeds weer een uur en drie kwartier. Ja. En ja. er zit eigenlijk bijna geen stilte in. Het is constant mensen die aan het praten zijn. Dus het is eigenlijk gewoon een, een kleine speelfilm qua lengte, bedacht ik me achteraf. Zo'n Apple-persconferentie. Ja. En dat is best. Het was natuurlijk heel mooi met die supermooi uitgelicht allemaal en een de mooie depth of field shots en Tim Cook in dat theater met die achtergrond en elke keer als iemand in beeld was uh, ging die kamer van links naar rechts. We dus zaten altijd beweging in en ze hadden ook weer een hele goede cursus handenpraten gehad van tevoren. <laughs> dus, um, en tanden bleken. <laughs> en en tanden bleken heel Amerikaans. Maar wel opviel een paar jaar geleden dat ze echt best wel kritiek gehad op het feit. Ja, er staan alleen maar eigenlijk witte mannen op het podium. Ja. Uh, en geen uh, vrouwen en geen uh, niet-witte mensen. Uh, en nu was het bijna over de top. Ik heb denk ik 15 mensen zien langskomen of zo, die ik allemaal ook niet kende. Mm -hmm. uh, waardoor ik op een gegeven moment ook helemaal de draad kwijt was. Toen, toen wenste ik weer terug van laat nou zo'n gezicht zien die ik ken. Want dan weet ik een beetje waar ik aan toe ben. Het <laughs> is, is een beetje de manier waarop uh, uh, de grote gamepartijen vaak hun persconferenties doen. Want dan heb je vaak een, een, een Bobo die zegt we gaan het nu hebben over games. Maar vervolgens worden al die games wel gewoon... Uh, ja, vertelt natuurlijk de studio's die daar achter zitten. En eigenlijk, volgens mij hebben ze dat daar ook gewoon gedaan. De, de, ja. de mensen die verantwoordelijk zijn voor de teams, of in ieder geval echt vanuit hun eigen know-how kunnen praten, die, die nemen dat stukje dan nou voor me. Nee, rekening. het waren niet zomaar mensen, inderdaad. Maar normaal was het altijd eigenlijk de, de echte de executive level mensen. die mochten dan het verhaal doen vanuit die teams waar ze voor verantwoordelijk zijn. En nu zie ik, ik vind het ook wel leuk hoor. Alleen, het was nu. Ik heb voor mij nog nooit een persco gezien op deze manier. waar zoveel verschillende mensen aan het woord kwamen. En die kan zeggen, maar dat zegt ook misschien wel iets. Nou, ze hebben wel over al, hoeveel, al een paar jaar. Dit ze hebben al een paar jaar dit, uh, dat, ze, dat ze het hebben aangepast. Dus dat er meer vrouwen zijn, meer mensen. Ja, ja, ja uh, met, maar, maar, maar ook dat er, er meer het... mensen aan het praten waren. Dat, dat hebben we ook al vaker gewoon op het podium gezien. Uh, maar in dit format valt het misschien wat extra op, omdat ze, omdat ze er alleen voor staan. Er is alleen, je hebt alleen hun in beeld een paar minuten lang. Ja, maar dat zegt misschien wel iets over het feit dat er ook heel veel te vertellen was. Met natuurlijk als, als grote hoogtepunt, en die is eigenlijk in de podcast de laatste paar weken elke keer in een <laughs> of andere vorm wel teruggekomen. Ja. Uh, het feit dat ze uiteindelijk, nou hoeveel jaar nadat ze zijn begonnen met hun eigen chipproductie? Tien. Uh, Arnaud weet het, Tien jaar. Uh, ze noemen het heel mooi Apple Silicon. Ja. Het is allemaal Apple Silicon. Ze gaan nu Max op eigen ARM-based chips draaien. Um, ja, ik vond wel de presentatie, Arnoud. Ik weet niet wat jij. Ja, dat vond ik ook. En, en, en de belangrijkste boodschap die je daarin uh, wil weergeven als Apple zijnde is. Zowel aan gebruikers als aan ontwikkelaars. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het wordt een makkelijke transitie. Uh, je hoeft er niet veel voor te doen. Uh, dus dat soort dingen moet je allemaal laten zien. En, en mensen geruststellen. En op een podium is dat natuurlijk wel redelijk makkelijk. Omdat je heel veel publiek mee hebt. Zeg maar, want er zitten gewoon heel veel Apple-medewerkers in de zaal. Normaal. Die klappen toch wel. En die gaan toch wel joelen op de juiste momenten. Dat kon nu niet. Dus dat moesten ze echt wel. Ik denk ook dat ze daar diep over hebben nagedacht. hoe ze dat zouden doen. En dat hebben ze ook gedaan. Tim Cook was degene die daadwerkelijk de eerste, de eerste aankondiging deed. En daarna naar dat, inderdaad naar dat lab toe, waar het dan wat demonstraties waren. En het waren ook natuurlijk goed uitgekiende demonstraties, uh, die er goed uitzagen, uh, die echt leken. Uh, dus ja, ik denk wel dat ze wat vertrouwen hebben gewekt op deze manier in elk geval. Want we waren een beetje aan het speculeren de voorgaande weken. En zeiden, ja, maar we hebben het eerder gezien met de overstap van PowerPC naar Intel. En we hebben gezien bij Microsoft hoe moeilijk het is om Windows op arm te laten draaien. En ze moeten emuleren in verlies performance. Maar eigenlijk zijn ze veel verder dan ik dacht. En konden ze ook al veel meer laten zien. En ook niet hele kleine dingetjes, maar ook best wel indrukwekkende dingen. Ja, ja dat vond ik ook. En uh, wat ik vooral indrukwekkend vond, is dat ze niet alleen hun eigen apps hebben omgezet. Want dat... Dat is natuurlijk relatief makkelijk. Uh, want dat hebben ze allemaal zelf in de hand. Maar ze hebben ook al samengewerkt met Microsoft, uh, wat een belangrijke partij is. En Adobe, wat de allerbelangrijkste partij is, denk ik, voor heel veel mensen die, uh, die uh, op Macs werken. Want heel veel mensen zitten in de Creative Cloud van Adobe. En die willen dat dingen als Photoshop, Lightroom en, uh, en Premiere gewoon uh, werken op welke Mac ze ook kopen. En ook goed werken. En dat is de afgelopen jaren toch. Niet altijd volgens mij even goed het geval geweest. Dus dat ze nu al hebben samengewerkt, dat is uh, hoopgevend. Maar hoe het allemaal in het echt is, dat, ja, dat moeten we natuurlijk nog zien. Want je ziet niet wat ze niet hebben laten zien. Nee, maar Pim, Pim er niet op vast. Maar ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld de oude Office versies bij de vorige overstap heel erg lang nog als emulatiesoftware gedraaid hebben. Ja. En het feit dat ze nu Microsoft zo ver hebben dat die meteen die recompile hebben gedaan, dat aan hebben gepast. Uh, voor de mensen die uh, dus het niet gekeken hebben... en nou, ook het nieuws niet gevolgd hebben... misschien wel even heel kort. Ze, ze lieten in ieder geval zien... dat ze al hun eigen apps al om hebben gezet. Dus alles wat je, zoals ze dat dan zelf zeggen... all the apps you've grown to love on the Mac... Hm. just work. Zo, ik zou het ook kunnen doen bij ze. Um, maar die hebben ze niet gewoon om. En dus eigenlijk wat, wat, wat Mac-gebruikers wel vaak onbekend staan... dat zijn de creatievelingen die die doen video-editing, foto-editing. Ze hebben gewoon, volgens mij... ze lieten Final Cut Pro zien met 4 4K-videostreams tegelijk real-time afspelen met effecten. En ik moet zeggen, het begon met... Kijk, dit is een Microsoft Word-venster. Ja. <laughs> en, en ik scroll, kijk eens hoe vroeg het scrolt. En ik sleep een plaatje op en neer, kijk eens hoe dat is. En toen dacht ik, seriously? Ga je nou doen alsof dit een prestatie is? En toen dacht ik, oké, okay, als dit een niveau is, hebben ze een probleem. Maar ze, ze gingen het opbouwen en opbouwen. En die Final Cut-demo met 4 keer 4K-editen... maar ook Photoshop, waar volgens mij... Nou, wat waren er? 20 lagen in stonden? Ik telde er meer dan uh, 36 in elk geval, want er zat bij layer 36 volgens mij. Oh, je hebt ze geteld ook nog eens. Het is van beeld. Dat klopt, inderdaad. En, en, en smooth zooming en zo, weet je, ik draai foto's op een Lightroom op een redelijk uitgekitte Windows-bak. En het staat niet bekend als software die het allerbest geoptimaliseerd is. Maar hoe het daar draaide, nou, nogmaals, ik, ik had niet verwacht dat ze dit nu al gingen laten zien. En dat ze gezegd hebben, voor het eind van het jaar komt gewoon het eerste apparaat uit. Ja. Heel opvallend. Alleen, ik weet weet nog niet wat. Nee, we weten nog niet wat het is. De, de ontwikkelaars, uh, uh, het ontwikkelaarsapparaat wat uitkomt is een Mac Mini met uh, 16 gig geheugen en een 512 gig SSD. En dus een Apple A12Z sok, waar we eigenlijk ook nog niet zo heel veel van weten. Maar aan de naamgeving kunnen we... Dat is wel... toch een sok uit een iPad Pro? Ja, en uit een, uh, een iPhone XS. Uh, althans, dus dat dus is de A12 is generatie. Waar ze het op demo'de was nog geen eens een compleet nieuwe chip. Maar eigenlijk iets wat nu het beste is wat je in een iPad kan krijgen. Ja, wat je in een iPad kan krijgen. En wat je dus in een iPhone kan krijgen van, uh, van anderhalf jaar geleden. Want als je een iPhone 11 hebt of een nieuwe SE. dan zit daar een, uh, een sok in van een nieuwere generatie. Althans, als ze hun eigen naamgeving volgen. Maar ik denk het wel. Alleen ze hebben dus een andere dat, letter. Dat vond ik gezet. al best wel indrukwekkend. Want hij zal hoger geklokt zijn. Ze kunnen beter koelen. Ja. Maar Dat ze eigenlijk met bestaande of een jaar oude mobiele hardware. Nu al macOS vloeiend kunnen draaien, dat zegt ook wel iets over hoeveel ze bezig zijn met optimalisaties. Maar ook hoe lang ze erover hebben gedaan. Want ik denk als ze een A13 Z hadden kunnen aankondigen, dan is dat die zeker gedaan. Want nu gaan ontwikkelaars aan de slag met die A12 Z. En dan worden dus apps geoptimaliseerd voor een, voor een uh, chip die ze wellicht niet eens zouden gaan gebruiken. Dus ik, ze zijn hier denk ik echt al wel even mee bezig. En daarom is het ook een A12 Z geworden. Maar aan de andere kant, ja. Um, uh, in een mobiel apparaat, of het nu een iPad of een iPhone is, loop je toch tegen, tegen grens aan. Inderdaad, met koeling, maar ook met stroomverbruik. Boven de pak een beetje 5 watt, maximaal iets hoger, wil je echt niet komen. Ja, als de Mac Mini is, dan maakt het geen klap uit hoeveel stroom het precies verbruikt. Al willen ze die chip naar 50 watt hebben, dan zou dat nog kunnen. Maar ze er daar wel heel erg op in de presentatie over dat stroomverbruik. Dat het echt een target op zich was voor hun om hogere prestaties, laag stroomverbruik. Voor de laptops waar het natuurlijk gaat komen, is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Ik denk als ze dit echt in Mac minis en misschien wel Mac Pro's op een gegeven moment gaan stoppen, dan is dat minder. Maar verwacht jij ook, Arne, wat verwacht je dat dat eerste apparaat gaat zijn? Ik denk, maar pin me hier niet op vast. Het is maar een gokje een MacBook 12-inch-opvolger. Want Apple heeft alles ververst de afgelopen tijd op MacBook-gebieden. Een nieuwe Air, nieuwe Pro's. Uh, behalve die oude MacBook 12-inch, die, uh, die eerste met USB-C-poort... en enkele USB-C-poort en voor de rest niks. Um, dat, dat lijkt me een apparaat waar je dit als eerste op zou kunnen uitproberen. Zeker ook omdat daarbij uh, de koelingsmogelijkheden... vanwege de behuizing wat beperkter zijn dan bij anderen... Um, Daar zat ook een minder krachtige Intel-processor in, kan ik me herinneren. Uh, dus dit, dit, dat zou een prima opstapje kunnen zijn naar, naar krachtigere computers. En het tast ook niet meteen, zeg maar. Het is niet het belangrijkste apparaat wat Apple in het assortiment heeft. Um, dat is natuurlijk gewoon de MacBook Ja, je kan, er, je kan ermee experimenteren in het opzicht. Ja. Het is niet je MacBook Pro 15-inch. Precies. Wat een beetje je workhorse is. Ja. Wat, wat ik trouwens nog. Of, hey, nogmaals, ik. ik um, nou, ik ben soms best wel eens kritisch op dit soort dingen geweest, op Apple-presentaties en zo. Lekker een beetje cynisch mee-twitteren. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik was dus wel redelijk onderin. Maar vooral, kijk, uiteindelijk het is leuk dat ze Microsoft en um, Adobe meekrijgen, maar uiteindelijk zullen ook veel ontwikkelaars, alhoewel ze niet verwachten, gebruik gaan maken van emulatie, ja. al is het ook maar voor gewoon apps die niet meer geüpdate worden. Um, en normaal is emulatie, dat weten we ook van, hè? Dat, dat, dat kost performance. En zeker als je van een uh, wat vroeger toch wel een wat complexere uh, architectuur als x86 naar een misschien iets eenvoudiger architectuur als, als ARM of is de vraag wat nog steeds opgaat tegenwoordig met die complexe chips van Apple. Als je dat doet dat je een best wel performance verliest. Maar wat ik wel interessant vond is dat ze dus gewoon een game hebben getoond uh, Shadow of the Tomb Raider. Dat voor mij een game uit 2018. Ik dacht eerst dat het Rise was, maar het was uiteindelijk voor mij Shadow. Um, Oké, okay, het was 1080p, maar gewoon op eigenlijk een iPad chip ja. als ik het even zo noemen, opgepompt. Gewoon een, een redelijk mooie semi-recente game kunnen draaien. Via emulatie, um, nogmaals, voor mij stond niet alle settings aan en zo, maar het laat wel zien dat emulation niet een soort last-ditch-resort is voor als het echt allemaal niet werkt. Um, maar dat het wel een valide optie is om mee te werken. Formaat is ze ook zeg maar, Maya, of zo'n 3D-rendering-tool uh, van Autodesk. Ja. Dat zou ook niet de minste. Nee, klopt. Aan de andere kant denk ik wel dat ze heel graag willen dat ontwikkelaars gewoon die paar dagen nemen die ze zeggen dat het inneemt. Wat ik alsnog best wel wat tijd vind hoor. Voor ontwikkelaars, zeker als er, als er in het begin weinig exemplaren zijn van die, van die Macs met ARM. Maar uh, dat ze liever willen dat ze het nu gewoon native uh, compileren en aanpassen voor, uh, voor, voor deze nieuwe architectuur. Maar inderdaad, als het dan toch zo moet, ja, dan is het geruststellend als dat inderdaad goed werkt. Maar ja, ja nogmaals. Jury's out on that. Dat oh, vond ik wel, en dat is ook een beetje jammer, ik, de, de, gezien de, de, de manier waarop het gedaan werd, zag het er tof uit, eh, indrukwekkend, uh, uitgaande van de hardware. Maar ja, je leeft wel in een tijd waarin 4K, 4K gewoon de standaard is en waarin uh, Shadow of Tomb Raider, een, uh, ik wil niet zeggen verouderde game, maar je, je laat het zien omdat je er indruk mee wil maken. Maar in principe, uh, wat ik zeg, als je in je achterhoofd houdt waar het op gedraaid wordt en de manier waarop, dan is het, eh, dan is het gaaf, het werkt goed, het zag er vloeiend uit. Maar op het moment dat hij zegt van kom, we springen in het water om naar de lichteffecten te kijken. Dan zie ik die lichteffecten. En denk ik, ja, dit is, <laughs> dit is anno 2020 niet wat, wat lichteffecten kunnen zijn in een game. Dus om hier nou echt veel indruk mee te maken. Dat, ik voelde dat niet helemaal. Je moet echt wel heel erg hard wat, hè, wat. Wout net terecht zegt: van hou die chip in je achterover hard op draait. En, en, en dat het emulatie is. En dan denk je van oké, okay, ja, dat is inderdaad wel tof. Maar het nou, is niet. Het, het, het puur pu de visuals, het is wel de context inderdaad, ja. eromheen. Want iemand, ik zag er iemand op Twitter zeggen. Um, dus uh, niet gecheckt dat het waar is, maar die zei: Ik heb even gekeken wat zeg maar een Intel IGP van de nieuwste generatie zou doen in deze game. En dat was echt niet, bijna niet speelbaar qua framerate. Dus als het inderdaad een kleine 12 inch MacBook is, passief gekoeld, waar je zo'n game in, in voor het zou kunnen spelen, dat. Nou, dan denk je inderdaad wel, impressief ja, was dit. Oh, wacht, de, de wacht, wacht, wacht. wacht. Um, ik denk dat je daar al een aanname maakt. Namelijk dat precies wat we nu gezien hebben... dat het ook in dat eerste product komt. Maar dat is helemaal niet gezegd. Want wat die, waar hij het op liet zien, was duidelijk... voor mij was het een Mac Pro-achtig apparaat... Voor mij hebben we gewoon vooral dat Mac Display gezien. En volgens mij, ja, ik, het wel eens kijken, zag ik, niet, ik zag niet waar de kabeltjes heen liepen. Dus ik kon net zo goed aan een laptop gehangen hebben. Ja, maar op het moment dat het een laptop is, dan heb je natuurlijk andere dingen qua stroomverbruik. En dan zou het nog kunnen dat die, dat die virtualisatie, dat die, die emulatie, dat dat veel meer stroom trekt en dergelijke. Dat je dus helemaal niet zo'n game zou kunnen spelen op acceptabele framerates. Dat is echt nog een aanname. Dat is. Oh ja. we moeten heel veel nog. En dit is ook gewoon een Apple persconferentie. Ja, ik bedoel, zeker. Toch, we <laughs> hebben niet allemaal de coolheid gedronken. Dit is natuurlijk het best case scenario ja. wat ze willen laten zien. Ja. Um, maar dat gezegd hebben is het niet. Nou, nogmaals, ik dacht dat ze minder ver zouden. Zeker, zijn. Zeker, ja zeker. Um, maar wat een bijkomstig voordeel is, en wat ik ook, dat gooi ze een beetje op het eind tussen neus en lippen door. Oh ja, alle iOS en um, zeg maar uh, iPad-apps, die draaien nu ook gewoon een macOS. Native. Ja. Ja, native qua processor, niet qua interface natuurlijk. <laughs> nee, maar ik bedoel, je kan nu eigenlijk gewoon de uh, apps you've grown to love op je telefoon en tablet nu ook op je desktop doen. Ja. Um, spreekt dat jullie aan? Of zeg je ja, een telefoon app hoort op een telefoon, die hoef ik niet om mijn desktop te draaien? Ja, je kijkt niemand specifiek aan, dus ik antwoord maar. Ja, ik, ik, ik kijk wie ik pakt hem <laughs> op. Ik, ik, kan, ik kan dankzij mijn buren momenteel niet zoveel zeggen. <laughs> Nou, het is, eh, eh, aan de ene kant kan het wel aantrekkelijk zijn voor bepaalde randzaken, zeg maar. Die in als een app handiger werkt dan eh, een, een site bijvoorbeeld, ja, dan zou het handig zijn om het te kunnen hebben. Maar aan de andere kant, eh, ontwikkelaars die eh, vinden dat hun interface helemaal nu eh, borkt is, omdat ze helemaal op touch zijn ingericht, omdat het een iOS-app is. Um, en dat moet dan ineens met een muis en toetsenbord werken. En dat vinden ze ik heb niet van. Er is gewoon een magic trackpad voor. Dat, ja, maar je kan niet. Prima, je ze tijden. kunnen niet uh, Apple zegt: je app gaat werken op Mac. Of je nu wil of niet. En de andere optie is: je haalt je uh, iOS app uit de App Store. En dan kan ze dus ook niet meer op iPhones en iPads gezet worden. Dus Apple dwingt dit wel uh, af. zeg maar. Dus ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. En vooral ook hoe de interface werkt. Want uh, ze probeerden dat nu al met Catalyst. Um, uh, wat sinds een jaar werkt en wat uh, heel erg slecht ontvangen is, denk ik. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk, ik denk niet dat dit veel gebruikt gaat worden. Ik vind het wel interessant, want niet alleen Apple zet die op, in Google natuurlijk ook, mm -hmm. met, met Chromebooks en daar dus ook Android-apps op. Maar ja. eigenlijk is Windows nu het enige besturingssysteem waar je niet gemakkelijk mobiele apps op kan draaien. Ik draai al mijn Windows Phone-apps op mijn Windows PC hoor. <laughs> ja, precies. Daar geef je zelf het antwoord al. Dus als dit wel wat wordt zou Dit denk ik wel een, een soort van USB kunnen zijn, dat weet je. Chromebooks heb je connectie met Android, en dan iOS heb je connectie met Mac. Want ik ben de iemand die wel eens um, weet, geen welke app dat was, maar ik heb eruit uitgezocht. Kan je nou gewoon makkelijk Android apps op Windows draaien en dan moet je enorme emulators downloaden? Ja. Die zijn dan op twee uh, versies oudere Android-versies gebaseerd. Die hebben eerst 40 seconden nodig om te boeten. Uh, dus eigenlijk, nee, dat, dat kan niet makkelijk. En ik kan me voorstellen, er is bijvoorbeeld van Instagram is er wel een webinterface. Maar ja, als jij gewoon heel erg actief Instagrammer bent, en je kan hem gewoon even in een venstertje openzetten op je desktop. Ik denk dat mensen dat wel leuk vinden. En ik denk dat er wel meerdere applicaties zijn. Ontwikkelaars denken nu toch vaak: van ja, ga ik een mobile application maken, of een website of een desktop app. En soms denken mensen: ja, ik ga gewoon mobile ook niet. Maar daar heb je toch wel dus, van, die, van die telefoon mirror eh, programma's voor, waarmee je dus letterlijk je telefooninterface in beeld krijgt en apps kan openen? Kan. Kan. Maar het is natuurlijk wel wederom uh, vloeiender en makkelijker als je het allemaal gewoon native ja. op, je, op je systeem kan draaien. True. Dus ik, ik ben verder geen iOS-gebruiker, dus het, voor mij is het niet relevant. Maar um, nou, laat ik zeggen, als ik Android-apps heel makkelijk op Windows zou kunnen draaien, zou ik dat wel echt gewoon plus vinden voor het ecosysteem waar ik dan in zit. Ja. Dus ik vind het wel, maar ze deden er best wel um, ja, ze, 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 een beetje blasee over. Oh ja, dit kan nu ook. Ja, en de laatste waar ze dat eigenlijk ook bij deden, wat, waar Microsoft nu heel groot mee uitpakt. Microsoft probeert heel erg de, de Linux-gebruiker te paaien. Mm -hmm. Want je hebt nu het Linux subsystem voor Windows. En je kan Ubuntu, kon je eerst dan een soort zeg maar de Bash-terminal draaien. Maar ze zijn ook met grafische apps bezig. En dat was ook weer eentje die Apple zo tussendoor gooiden. Oh ja, ja, dat doen wij nu ook. Dus we hebben Virtualization en als jij gewoon Linux wil draaien binnen Mac, dan kan dat. Um, dus dat vond ik opvallend dat dat, ding is, dat, dat iets is waar Microsoft echt, uh, zich heel erg op de borst voor klopt. En echt probeert uh, nou ja, die, die ontwikkelaarscommunity voor zich te binden. Um, ja, ik had niet het idee dat het echt nu opeens de strategie van Apple gaat worden, maar meer een soort bijvangst. Ja, dat zou kunnen, inderdaad. Ja, Maar dat dus wat betreft um, de Mac, waarvan ik zeg, nou, dat was best wel indrukwekkend waar ze stonden. Ja. Maar ze begonnen met iOS 14. Ja. waar vooraf gezien, ik zat ook een beetje te kijken wat, wat de kenners erover zijn. De Apple Watchers, nou, daar verwachten we niet zoveel van. En ik vond dat er een heel heel duidelijk thema in te herkennen was, en die mag jij dan even invullen, Arna, <laughs> als jij het ermee eens bent. Um, even kijken, ik weet niet wat voor termen jou opgevallen is, maar bij alles wat, uh, wat ze groots aankondigden, kun je denken, hè? Maar het is toch 2020? Ik denk dat dat het een <laughs> beetje is. Ja, of hè, dit bestaat toch al heel lang op Android. Ja. En ik had er ook een tweetje over gemaakt, want nogmaals, je hebt zeg maar twee kampen bij Apple Persco uh, op Twitter. Je hebt mensen die het allemaal gaan zeggen hoe mooi het is, en mensen die heel cynisch gaan. Uh, zijn over dat het allemaal oud nieuws is. Ik denk laat ik eens aan de aan het glas half vol gaan zitten. Want uiteindelijk wat ze aangekondigd hebben, er komt eindelijk, en dat is gewoon echt wel een fundamenteel ding, een app drawer. Ja. Je hebt niet al je apps op die homescreen staan, je hebt gewoon een overzicht en je mag gewoon dingen weghalen die je niet constant wil zien. Je kan eindelijk widgets gewoon tussen je icoontjes ja. zetten, zoals Android al sinds versie 1 kan. Je hebt eindelijk picture in picture. Ja. Um, uh, Siri is nu een overleedje, net zoals Google Assistant dat is. Als je gebeld wordt, is het ook een overleidje binnen boven je scherm. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan je aan de ene kant kan zeggen... ja, is het heel revolutionair? Nee. Maar het zijn wel, denk ik, net die kleine tweaks die voor een iOS-gebruiker... jij bent trainer, mm -hmm. volgens mij best wel welkom zijn. Die zijn zeker welkom. Ik moet er wel een kleine kanttekening plaatsen... want die homescreens die blijven gewoon staan. En aan de rechterkant, dus het, het meest rechtse scherm, rechts van je huidige laatste homescreen, staat dan die app Bibliotheek, zo heet die. Nee, je, mag, je, mag, je kan complete homescreens weghalen. Verbergen, dus als jij ja. die icoontjes daar, daarheen sleept en dan verbergt, dan zie je ja. ook daar niet Klopt. die icons. Klopt. En je kan dus ook ongeveer vergelijkbaar Precies, werd. en dan werkt het vergelijkbaar ook interessant, en dat bleek niet uit de presentatie, maar nu ik eenmaal een iOS 14 telefoon hier heb, heb ik dat wel gezien. Er, er staat zo'n zoekbalkje in die app bibliotheek, want er staan een soort van smart folders van die mappen, die maakt hij zelf aan, nou dat doet hij dan automatisch en deelt hij het in in games en sociaal en uh, media en weet ik wat, dat soort dingen. En er staat ook een zoekvenster boven. En druk je op dat zoekvenster, dan kom je niet gewoon in, in, de, in de zoekinterface van iOS terecht, maar in een nieuwe interface waar al je apps alfabetisch staan. En dat heb ik ook nog niet eerder gezien. Dus dan heb je een alfabetische lijst waar je gewoon van A tot Z doorheen kan scrollen. Of je kan gewoon rechtstreeks zoeken. Dat kan ook. Um, naar, naar de app die je wil. Dat is een heel opvallende, heel opvallende stap, ja. En uh, widgets zijn ook uh, in diverse maten verkrijgbaar. Dus je kan ze, als, als, als vervanging van vier icoontjes, maar ook over de hele breedte uh, op diverse formaten kan je ze hebben. Ja, het is echt wel, je kan het, je kan echt alles veel meer eigen maken dan dat het tot nu toe was. Nou ja, dat zeg je. Je kan alles meer eigen maken. En dan blijft nog het laatste dingetje over, wat ze gewoon niet genoemd hebben, maar ergens op de slide <laughs> ja, ja. een soort verstopt was. Ja. We hebben het natuurlijk vaak genoeg in het verleden gehad hiervan zijn we een beetje iOS-fans of, of fans of gebruikers, Android-gebruikers. En dan hoor je toch vaak, ja, op iOS mag ik zo weinig, kan ik zo weinig aanpassen. Je kunt nu zelf kiezen in 2020. Welke browser je wil gebruiken en welke mailclientjes dan het ja. wil gebruiken. Dat was echt, dat was bijna synoniem aan iOS. Ja. Jij mag dit soort dingen niet aanpassen. Ja, ik kan dit niet helemaal loszien van uh, de, de, de aandacht van overheden voor de monopoliepositie die Apple heeft binnen zijn eigen ecosysteem. Ja, 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 ja. En dat, ik, dat ze nu een beetje sprong aan het maken zijn om, uh, om te, te laten zien: van kijk, zo, zo gesloten zijn we nou ook weer niet. En het gaat alleen maar om. Uh, uh, want ik, ja, ik ga weer kanthingen plaatsen, sorry. Het is dus alleen mail en browser. Nou, dat is hartstikke mooi, maar die browser is nog steeds gebaseerd op de engine van Safari. Dus je, je, je hebt een andere, een andere skin om je browser heen. Maar dat is dezelfde browser in feite. Alleen je kan je eigen bookmarks en je eigen zinken en precies, zo. Dat, dat soort dingen. dingen. Ja. Uh, maar voor de rest kan je dus niks. Je kan niet een nieuwe, nieuwe, nieuwe browser engine uh, ineens erin gaan zetten. Ja, mail client. Dat is heel handig op het moment dat je op het web op een, uh, op een mail client link drukt. Uh, dat je dan naar de goede mail client gaat waar je daadwerkelijk uh, in werkt. In plaats van dat je weer naar de standaard mail client gaat. En dat is het dan ook. Maar andere standaard apps kan je nog niet aanpassen. Uh, dus je kan niet zeggen bij alle muziek uh, open Spotify of, uh, of, of dat soort dingen. Andere camera-app, camera dat kan ook niet, uh, dus ja, dat soort, uh, dat soort dingen kan nog niet. Het is alleen uh, mail en browser, maar ik denk wel dat het de meest gevraagde zijn, dus dat is als jij als jij zegt kan nog niet verwacht je dan dat het bij komende iOS versies wel nog meer open zal gaan? Allemaal ja, ik denk dat het uh, ik denk het wel eigenlijk ligt. Over druk die overheden gaan uitoefenen. <laughs> ja, misschien ook wel, maar dat is dat is nog relatief makkelijk. Zeg maar nu de deur op een kier staat, ja, dan verwacht je eigenlijk dat die open gaat. Dat is het meer. Um, maar uh, ja, ik weet niet hoeveel je daar echt aan gaat hebben in iOS, want nog steeds is het een vrij gesloten platform. Dat dat verandert in de basis niet. Maar Jur, jij bent een een Android gebruiker, Daar hebben we het verleden ook al eens over gehad. Even los van de prijzen, mm -hmm. maar als als ze deze kant verder opgaan, dus meer aanpasbaarheid met deze stappen en nog meer, en nog meer, zeg je dan op een gegeven moment, nou, dan maakt dat een iPhone voor mij aantrekkelijker, los van het feit dat het heel duur zijn. Uh, want uiteindelijk is dat ook een beetje de vraag: is dit iets? Android zijn ding was altijd, wij zijn open en we kunnen heel veel aanpassen, iOS niet. Als ze die kans zouden opgaan, maakt dat voor jou een verschil? Nee. Nee, maar ik ben niet het type gebruiker dat Android gebruikt, omdat Android zo lekker open is. Want dat zou insinueren dat ik mijn hele telefoon uh, naar mijn eigen smaak instel, et cetera, wat zeker kan. En wat ik bij sommige dingetjes wel doe, maar over het algemeen niet heel veel. Um, voor mij, voor, voor het gebruikersprofiel dat bij mij past, is denk ik een gesloten omgeving dat zoals Apple, dat biedt helemaal niet een probleem. Dus uh, voor mij persoonlijk maakt het geen verschil. Maar ik kan me heel, begrijp je vraag wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor heel veel mensen. zeker wel verschil zal maken. Ja. Nou, ik merkte bij mezelf dat dat lampje een klein beetje aanging. Weet je, ik, ik vind het erg fijn. Uh, ik heb ook iPhones gehad. Maar om Android toch wat meer zelf in te kunnen stellen. en dat soort dingen. En ik ben het helemaal met Arnoud eens. Dit zijn een paar kleinere dingen. Maar als dit een lijn zou zijn. die zeg maar, de komende versies ingezet wordt. nou, uh, ja, ik had wel het idee, oeh, ja, zo'n iPhone de hardware is altijd al jarenlang mooi geweest. Dat is vooral de software waarvan ik dacht... nou, dan voel ik me beter thuis in het Android-ecosysteem. Niet dat ik nu meteen naar de Apple Store ren. Maar ik vind het een interessante ontwikkeling. Of het dus hierbij blijft, of dat ze het echt zouden doorzetten... en denken, oké, okay, dit is blijkbaar ook iets wat gebruikers willen. Um, en, en, maar en, en wat Arnaud zegt, het zal ook echt wel te maken hebben... met die overheden die toch steeds scherper daarop gaan kijken. Denk, wacht eens even, dit soort praktijken... hebben we Microsoft in het verleden heel hard voor aangepakt. Die zijn dan wel groter. Maar binnen de telefoonmarkt is Apple ook niet klein... En zeker in de Verenigde Staten niet. Nou, het wordt browserkeuzescherm. Dus, uh, dat schoot wel door mijn hoofd gisteravond. Dat moet ik wel. Ja, moet precies. Ik wel dat is inderdaad tijdens die presentatie de, hoorde ik dat wel even. Want ja, dat, dat was natuurlijk het scherm wat Microsoft moest laten zien, omdat ze Internet Explorer meeleverde met Windows in 2009. En vanwege die, die een koppeling die er altijd was, moesten ze dus van de Europese Commissie een keuze bieden. En dat was gewoon een, 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 iets wat daar een rechtstreeks gevolg van was. Ik denk dat Apple zoiets zou willen voorkomen en op deze manier daaronder uit probeert te komen. Ik weet niet of het werkt, maar ja, het is in ieder geval een stap in de goede richting. Laatste themaatje wat ik ontwaarde, en dat is op zich iets wat wel vaker terugkomt, maar voor mijn gevoel was het nog meer de nadruk erop, is natuurlijk de, de, de positionering van Apple als een Privacy minded bedrijven. Ja. Ze hebben geen enkele keer het woord Google gezegd, maar elke keer als ze zeggen wij zijn heel veel van privacy, zeggen ze eigenlijk wij zijn niet zoals Google, want die geeft niet om je privacy. En dat kwam, merkte ik, elke keer terug, gewoon bij, bij gewoon bepaalde settings, maar ook hey we hebben een nieuwe app ontwikkeld met privacy in mind. Bij alles wat we doen, de eerste stap die we zetten is privacy, privacy, privacy. En ze gaan nu zelfs uh, zover dat ze een soort, ja, wat zijn het voedingslabels? Ja. Aan, aan app-ontwikkelaars gaan opleggen. Dus je, hebt, je kent wel als je een potje met voeding koopt, die dus dan staat erachter hoeveel calorieën erin zitten, en eiwit en, en koolhydraten, en dat soort dingen. Maar hoe, heb je, hoe gaat dat eruit zien, Arnad? Dan moeten ontwikkelaars in een hele korte, summiere manier een beetje laten zien hoe een app met je data omgaat. Ja, precies dat. Het is uh, in de, in, gewoon in de listing in de App Store. Dus de pagina die je opent als je in de App Store zit en je gaat naar een app, dan kan je details zien, en een beschrijving, en screenshots. En daaronder komt dus een uh, minuutje met daarin. Uh, uh, welke data die app verzamelt en, uh, en, en hoe ze je proberen te tracken. Uh, dus met welke data dat gebeurt. Dus die twee dingen die komen daarop te staan en die kun je dus dan raadplegen zodat je dat kan zien voordat je de app installeert. Uh, uh, wat ze precies doen. En niet alleen dat, maar ook in Safari uh, komt er een soort van uh, kaartje die je kan opvragen uh, in de URL-balk met een paar klikken, dat wel. Om te kijken wat voor trackers er allemaal op die pagina staan en hoe ze je proberen te tracken. Dus op meerdere manieren proberen ze mensen van bewust te maken dat dit gebeurt. En, uh, en, en dat ze inderdaad ook er alles aan doen om te voorkomen dat dat gebeurt als je dat niet wilt. Ja, het enige woordje waar ik toen wel, nu ga ik de nuance toevoegen, op aansloeg. Voor mij was het iets van self reported ja, of plot. zo. Dus appontwikkelaars mogen zelf aangeven. wat ze zeggen dat ze doen. Uh, nou, moest het dus niet heel handig om daar uh, glashard over te gaan liegen. Maar Apple kan natuurlijk ook niet dat met de hand allemaal gaan trekken. en bijhouden. Nou, dat weet ik niet. Voor mij wel. <laughs> en ik denk ook dat ze dat wel gaan doen. Uh, dat op het moment dat je er inderdaad over liegt. en, uh, en een van die app-reviewers. want elke app gaat onder de ogen door van het uh, app-review-team bij Apple. Um, uh, en dat wordt gezien. En ik denk gewoon dat een standaard dingetje wordt waar ze op gaan checken. Ja, dan kunnen ze je niet toelaten in de app store, want die macht hebben ze en dan kun je nergens anders heen, want het is een monopolie. Uh, dus in dit geval gebruiken ze die, die, die machtspositie nou ja, ter bescherming van de, van de privacy, nog een manier waarop ze denk ik uh, overheden gerust willen stellen dat ze inderdaad een force for good zijn. Want dat is wat ze wilden uitstralen met de presentatie en ook met dit soort maatregelen. Je, je geeft het net zelf aan van ja, ik ben meer een. Uh, misschien wat, wat wat meer mainstream gebruiker, zeg maar. Is het iets ja. waarvan. Je, zou je daarop letten als jij uh, nieuwe apps gaat installeren? En je krijgt een soort mooi voedingslabel. Dan denk je oh, daar heb ik wel de tijd voor? Of is het meer ik wil die app install, klaar? Um, nee, daar denk je wel, daar wel naar kijkt. Um, ik, ja. Uh, wat zou daar moeten staan om jou toen te bedenken? Ik ga die app niet installeren. Nou ja, weet je wel, je gaat wel eens naar een website en dan, dan grijpt je browser in en dan zeg je browser: deze verbinding is niet veilig. of deze Want dan is het certificaat verlopen, weet je wel. En dan hangt het natuurlijk heel erg af van wat je aan het doen was. En hoe belangrijk het is en hoe graag je naar die website wil. Of hoe, hoe goed je die website kent, natuurlijk ook. In dat geval. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is. Als ik iets als ik zou, ik zou hebben van: oh, ik wil deze app super graag. En ik zie ineens het icoontje staan van waarschuwing of wat dan ook. Zo van deze, het zou, ja, ik weet niet. Ik zou toch wel even twijfelen. van, hm, uh, tegelijkertijd zou ik denk ik ook realiseren dat als het systeem niet zou bestaan, ik er nooit gekeken naar zou hebben en waarschijnlijk heel veel apps al zouden voldoen aan hè, wat, wat, waar het nu dan voor gewaarschuwd wordt. Dus waarschijnlijk zou ik al snel zoiets hebben van, nou ja, die gegevens liggen toch al op straat, dus whatever. Ja, ik ben, ik ben daar iets te makkelijk in, denk ik. Um, maar uh, ja, nee, het zou zeker een moment van twijfel uh, 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 wel, wel veroorzaken. Ja. En bij jou, Arnaud? Uh, ik let daar heel scherp op, maar uh, ik ben wel een beetje bang dat dit wegvalt. Omdat je, je hebt uh, als je een app zoekt. En meestal doe je dat toch wel een beetje snel. Je denkt van oh ja, die app moet ik hebben. Of ik ken die app al. Ik download hem opnieuw of weet ik veel wat. En dan moet je nog best wel ver naar onder. En je komt daar niet altijd, is mijn ervaring. Want die knop om te installeren, zit bovenaan. De screenshot zit er vlak onder. Dan heb je nog de beschrijving, en daaronder komt het te staan. Um, dus ik ben bang dat ja. een heel klein percentage van de mensen het überhaupt gaat zien. En ik nee, vind het is echt, ja. echt zoals die uh, Beter Leven stickers in de supermarkt op vlees. Uh, Ze zo zouden echt op moeten staan, gewoon meteen. Ja. Ja, of een soort tussenscherm, Potifikaal. je klikt op install, je klikt install en eerst van oké, okay, dit zijn de dingen, weet je zeker dat je door wil gaan met installeren of zo. Maar ja, dan werp je natuurlijk een enorme drempel zoals op. Zoals in Android 5 en 4 en zo uh, van acht uh, jaar geleden. Zie je wel dat Google toen ook <laughs> al goede dingen deed. Google, daar moet je voor je privacy zijn en je gebrek aan dataverzameling. Dat, uh, hm. dat doen ze goed. Maar als je het nou op een hoopje gooit, hè, Arnaud. Ja. Uh, jij bent iemand die zowel iOS als Android gebruikt, dus ze hebben best wel veel features die al wat meer richting toch iets meer customizability gaan. Ietsje vanuit het Android camp, uh, camp geleend zijn. Aan de andere kant zeggen ze daarbij naast ook heel goed met je privacy en je data. Hoe zie jij die, 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 die markt ontwikkelen en het aandeel van Apple? Zeg je ja, die, dit zijn dingen die ook nog kunnen zorgen dat bijvoorbeeld in Nederland Apple nog echt kan groeien. Of denk je, ja, maar uiteindelijk is het niet iets waar het om gaat als mensen die keuzes maken? Nou, Het, dit, het snoept geen aandeel weg. Dit soort dingen, geïsoleerd niet. Maar het hele beeld wat Apple van zichzelf heeft geschapen afgelopen jaren. Dat om privacy draait, dat zeker wel. Ik denk wel dat dat in de komende jaren wel een verschil gaat maken. Nu ook uh, een Europese wetgeving uh, steeds meer gaat over privacy. Mensen er meer mee bezig zijn dan een aantal jaar geleden. Hebben we het al een aantal keer over gehad. En dat is ook echt zo. Uh, ik denk wel dat het op een gegeven moment dan een factor kan zijn. Uh, maar wat natuurlijk even goed helpt, is dat er nu gewoon een nieuwe iPhone is die minder dan 500 euro kost. Want die dingen blijven anders hartstikke duur. En dat kan gewoon lang niet iedereen betalen. Dus dat soort dingen spelen zeker ook mee. Maar op het moment dat je inderdaad een keuze hebt tussen een Android-telefoon en een iPhone. En alles is verder gelijk uh, voor jou. En het maakt je niet heel veel uit. Ja, dan kan dit op een gegeven moment wel um, uh, uh, de, de factor zijn die, die doorslag geeft. En ik denk wel dat ze daarop inzetten. Er is natuurlijk ook een reden dat Google ook heel veel nadruk op privacy legt ja. laatst per jaar. Al is het bij hun met het imago een heel een moeilijke, moeilijke verhaal ja. om te verkopen, natuurlijk. Ja, ze wekken uh, al snel de indruk dat ze je... de privacy beschermen in, in andere apps, maar dat hun eigen diensten de data gewoon blijven verzamelen. Dat is al snel de indruk die je dan uh, kan nou ja, krijgen. Ja, ze zitten, ze zitten er heel erg op van het is allemaal opt-in. Weet ja. je, en je moet het zelf zeggen, ze zeggen op zich, wij verzamelen heel veel als je dat wil, want dan kun je, je mee helpen. Ja. En dan kunnen we ons werk heel goed doen. Maar je mag daar wel zelf controle over hebben... en weggooien en weet ik niet allemaal. Nou, dus, wat ik uh, daar wel van vind... ik heb stom toevallig afgelopen weekend... een nieuwe telefoon voor mijn schoonvader geïnstalleerd. Die, uh, en dan moet je dus een, een installatiescherm door. En ik kan me wel voorstellen... dat je op dat moment zoveel vragen over... die opt-ins en, en dergelijke uh, krijgt... dat je toch op een gegeven moment zegt van... joh, zet het allemaal maar aan. Ik vind het prima, weet je wel. Ja. En, ja, en hoe realistisch is dan dat, 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 dat idee nog van... ja, je kunt overal voor kiezen of het wel of niet doen ja heel veel mensen gaan zeggen van joh ja prima ik wil gewoon een telefoon goed werken zet allemaal maar aan maakt niet uit maar voor mij is het als je een, een iPhone nu installeert moet je ook acht keer op akkoord ja. voor iCloud en voor dit en voor dat en voor, je moet ik ben het heel met een je eens op een gegeven moment denken mensen, weet je wat, ik wil, dat, ik wil gewoon dat klaar Maar het, het gaat Wizard ook om de interface, dus waar staat het vinkje standaard aan of staat het uit? En als je het uitzet, krijg je dan nog een extra melding. Weet je dit zeker? Dan ja. heb je... Is het, is het nee-knopje grijs ja. en het ja-knopje blauw? Of is ja, het, en ook, ja, en ook sowieso de melding van hierdoor gaan sommige apps minder goed werken, is voor ja. heel veel mensen die, dan, die misschien niet heel goed weten wat die apps dan op de achtergrond allemaal doen, is dat een hele enge melding. En dan denk je toch al snel van, oh, nou, nou doe dan maar niet, laat daar maar staan. Ja. Alright. Uh, later dit jaar nieuwe Max. Ik heb er zin in. Uh, benieuwd hoe snel we zo'n ding bij ons op de, op de redactie kunnen krijgen. Jij bent in ieder geval druk bezig met iOS 14. Uh, als het goed Terwijl is, als is deze die podcast uitkomt, zou, ja. zou er al iets op de site moeten staan. Um, dan kijk ik nog heel even vooruit nou, je. Noemde al even de Poco. Ja. Waar je mee bezig bent. En de, 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 nou, de conclusie. De, het slot van het 5G-debakel. 5G ja, dat zal daar in ieder geval uh, in staan. En, ja. <laughs> en verder op iets kortere termijn, die was voor mij ook al. Of niet een keer in de podcast genoemd. Uh, collega Thijs, die uh, is druk bezig met USB keys. Uh, dus verificatiesleutels op basis van USB, zoals Yubikey, waarmee je dus een two-factor fysiek in je handen hebt. Hij heeft er uh, meerdere, naar ons, uh, nou, ik wil zeggen, naar de redactie toe laten komen, maar dat is op dit moment zijn huis. Uh, en die komt dit weekend met een verhaal over nou, wat dan de verschillen tussen die keys eigenlijk zijn en, en wat de voordelen zijn ten opzichte van eventueel bijvoorbeeld een SMS -je op je telefoon of een app. Dus daar kun je ook naar uitkijken. Uh, dan rond ik hem hier af. Ah, wel Dankjewel, jongens. Zal, zal ik een mysterieuze oh. sneak preview doen? Oeh. Komt, ja, jij, ik hou van mysterie. Er, er komt vanavond een preview van mij online. Ik mag alleen niet vertellen waar het over gaat nog. Oh, ik dacht, ik ga er gewoon helemaal niks uh. over zeggen. Maar dit wilde jij dan <laughs> nog wel ja, doen. Ja, het, is, het is te leuk. Het is te leuk om Maar ik, uh, ik, ik mag absoluut niet zeggen waar het om gaat. Dus uh, ik ga even nemen. Als je, dan, als je we, dit op donderdag wat... luistert, check vanavond om half zeven tweekers. Uh, wat zien. ik dan wel mag zeggen, dat vind ik ook maar. Ik bedoel, het is niet alsof je voor een DLC'tje nu aan te teasen bent of zo van iets. Nee, nee, het is een, uh, het is een nieuwe game. Een echte, een echte, hele nieuwe game. Een acte-acte. Acte acte die, acte, ja. die ik ook gewoon ga lezen. Misschien ga ik hem lezen terwijl hij nog niet online is. Terwijl hij nog in het CMS staat. <laughs> Dit is er wel eentje van dat kaliber. En dan hou ik er verder over op. Want sommige <laughs> mensen kunnen, gaan nu misschien zelf dingen invullen. Maar dat is, uh, dat is aan hun. Yep. Hé, hey, dankjewel jongens. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. Als je feedback hebt, dan horen we dat graag in de comments of via podcast.tweakers.net. En tot de volgende keer. Doei.